Kom op. Het is koers, jong. De koers is aan, Björn. Kom op. Mooi zitten en koers. Remmen. Hup, 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 hup. Die eerste aanzet is belangrijk, hè. Poten vol met zuur. Mijn longen branden als hel. Wat stom. Stop. Niet filmen. Nekkie eraf. Bankje. Zie je. Nee, ik kan niet stoppen. Kom. We gaan door, we gaan door. Leo, mooi man. Vandaag jouw favoriete rondje. Ja, dat vind ik leuk. Waar neem je mij vandaag mee naartoe? Geen idee. Heb je een favoriete rondje? Ja, nou ja, dat is bij mij wel ligt heel complex. Want mijn favoriete rondje is eigenlijk een rondje wat ik zelf nog niet ken. Want ik kan niet zo goed tegen herhaling. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel prettig om mezelf te verrassen. En hier ben ik bijvoorbeeld nog nooit geweest. Maar het is wel mooi, toch? Ja, schitterend. En als ik het dan heb ontdekt, dan denk ik van, dan ga ik daar nog een keertje terug. Maar ik, wat dat betreft, heb ik dat van mijn moeder, denk ik. Die kon al geen kaart lezen. Ik kan dit niet onthouden, jongen. Ik heb echt geen idee hoe ik nou weer dit nog een keer zou moeten doen. Dus. Ja, maar dan is het eigenlijk elk rondje gewoon weer telkens nieuw en mooi voor jou. Ja, klopt. Ja. Ik ben een soort goudvis in een kom. Ja. Dat wilt ook nooit. Dat is een mooi paardje, ja. Hier kom ik heel graag. Ik ben als 16-jarige eigenlijk gaan fietsen, een paar jaar lang, daarna heel lang niet. En ik vond het altijd wel mooi om naar de koers te kijken, ja. Met mijn vader op de bank, hele etappes, vooral de Tour natuurlijk en de voorjaarsklassiekers. Maar je ziet zoveel parallellen met het leven en dat vind ik misschien wel het allermooiste, dat je alle pieken en dalen, het sterven, het weer opstaan, het competitieve, maar vooral de competitie met jezelf. Ja, ik fiets heel veel alleen. Ja, en je kan altijd meer dan dat je aanvankelijk dacht. En dat komt bij het fietsen komt dat vaak wel tot uiting. Ja, maar er valt me nog altijd iets op als ik jou op Instagram zie fietsen. Ik zit mooi. I know, I know. Waar komt dat vandaan? Ik zit heel mooi, ja, weet ik niet. Nee, ja, ik hoor het heel vaak als ik voorbij fiets. Ja, nu weer, jij begint er zelf over, hè? Ik ben er zelf niet over begonnen. Nee, ik schijn heel mooi. Ja, precies. Nee, ik schijn ontzettend mooi op de fiets te zitten. En dat heeft te maken met de geometrie van mijn fiets. En eigenlijk de bouw van mijn lichaam. Ik heb een lange romp. Een goed stel poten eronder. Ja, en als dat helemaal klopt met je carbonen ros, dan dat is win-win. Dit zijn uit de kluiten gewassen schapen, denk ik. Schapen met een pruikje op. Ze zijn slecht geschoren ook. En dit zijn twee hele agressieve, die hebben ze apart gezet. Nee, we zijn maar verdwaald. Nou ja, verdwaald. Wanneer ben je verdwaald? Soms is het wel eens lekker om te verdwalen, hè? Verdwalen is bij mij het moment als je met een racefiets ineens op de zandplaat zit. Ja, dan zijn we wel degelijk verdwaald, Björn. Dat klopt. Jezus. Hallo, hé. Hallo, mooi paard. Ik ga alle kanten op. Wat, hoe doe jij dit? Bij elkaar. Goddom. Ja, hier fiets ik dus altijd. Maar was het niet het favoriete rondje op je crossfiets? Ja, dat kan. Oh. Dat kan.
Er ligt hier een fietspad langs. Zie je wel. Ik wist het. Ja, nee dan. Nee, serieus, kijk maar. Ja, je kan hier ook het fietspad pakken inderdaad. Ja. Maar ik doe zelf altijd... Ik vind het nog wel prettig om s'avonds mijn fiets schoon te maken. Hou dan maar, als ik thuis ben. Maar nou, hier hebben we weer asfalt. Ja. Hier gaan we weer door. En nu? Hier moet ik het even vragen. Nee, we gaan hier die kant op. Oh ja, die doodlopende straten. Ja, dan kom je op een soort zandpad. Okay. Nee, dit loopt niet dood. Ja, het loopt wel dood, maar ja, ik heb geen idee, Björn. Daar is niks. Daar is niks. Hier loopt het dood. Serieus? Ja, het loopt echt dood. Ja, dus die klopt. Dus jouw favoriete rondje loopt gewoon officieel dood. Ja, die conclusie kunnen we nu wel trekken. Ja, mijn favoriete rondje loopt dus dood. En is meer zand dan asfalt. Okay. Je hebt een opener op de fiets. Ja, ik zag dat hier in Bernal. Oh wacht, ik deed onder een schoenplaatje. Bernal. Hier in Bernal, moet je op social media kijken. Ik doe dat altijd. Godverdomme geweldig, jongen. Leo. Top. Ik heb van genoten, het was kort. Maar krachtig en toch lopend. Ja. Denk je, even serieus, denk je dat je dit rondje nog een keer gaat fietsen? Dit rondje, dat is geen rondje. Ik ga in ieder geval voor de mensen die daar willen rijden, ga ik dit stukje eventjes opnemen. Ik maak er wel iets van. Proost. Kom naar huis.